Welkom, ladies and dames en heren. Het is een hele tijd. Oké. Nou, ik moet echt jullie attentief aanmaken aan heel veel oneerlijk spelletje dat gebeurt in deze tijd via derde partij, criminal organisatie en mensen dat voorzitten oneerlijke spelletje. En dit is echt serieus. Als ik hier on camera kom, ik kom alleen voor serieuze dingen. Nou, dames en heren, ik heb jullie gewaarschuwd over identity theft. Ik heb jaren van 2016 tot eind 2016, toen ik was naar de Verenigde Staten geweest. En tot en met 2000 en augustus 2019. Nou, dames en heren, ik wil jullie attentie op aan dat je moet je gegevens en je informatie beschermd. Oké? En ik heb jullie meerdere punt hier eerder gegaan. En over gesproken hoe en wat. Ik vertel jullie over DigiD. Toen in 2018 was ik in de Verenigde Staten. Wil ik even inloggen. 2018 januari. Aan mijn verzekering. Doorloper. En toen zag ik een on the telefoon number. On mijn DigiD geplaatst. En toen kon ik mijn tekst niet krijgen. Oké. Okay? Want daarvoor krijg je een tekst van DigiD voor je code. Oké. En dat was in 2018. En ik had moeten Nederlands bellen. Ik kost me een arm en een leg. Ik moet een e-mail even aan Nederland sturen om een Nederlandse op de hoogte te inrichten dat iemand zat aan mijn informatie. En dat was de reden waarom ik was in de Verenigde Staten het even om uit te zoeken. Nou, mensen gaan vragen, hoe kan dat? Mijn huis was ingebroken en door die tijd is iemand heeft een spyware op mijn computer gezet. Nou, dit is diep, dames en heren, omdat eerst iemand had mij gebeld in 2012 en zegt dat ze hebben mijn informatie van de gemeente Rotterdam gekregen. En het was niet waar. De vrouw heeft mijn data en informatie gekregen van iemand en iemand heeft de situatie gaat zo ver, dames en heren, dat een onder hypotheek was op mijn naam gemaakt, oké? En dat vind ik niet heel leuk, vanwege doordat, mijn gegeven is door derde verbruiker en ik heb moeten vechten en keihard vechten. Ik moet mijn tijd opgeven en in de Verenigde Staten gaan zitten dat mijn kind is vermist nu 2 jaar dat ik ben terug in Nederland. Volgende maand augustus is 2 jaar. Doordat ik zat en ik kom achter de criminele organisatie dat is hierbij zitten. En dames en heren, word wakker omdat de criminele kan je broerman of je broervrouw. There is an international criminal organization that is on it gaan. And as you weet, the mensen that is here by getrag in deze situatie. It is ongelooflijk as ik zelf heb het niet meegemaakt. And now Peter Heer de Vries is overlijden. Ik ben niet bang voor niemand. Maar deze situatie wordt opgelost, oké? Okay? Omdat het kost niet alleen Nederlands overheid heel veel geld, maar het kost de IRS heel veel geld van wekens doordat iemand zit fraude te creëren door mensen informatie te falsificeren. Ga in een ander land gebruiken. Amerika, de IRS is opgelicht bij deze mensen hoeveel geld. Die gebruik je informatie om even te verbruiken in onderland. En ik sta hier teken en ik sta hier teken op. Dus het maakt niet uit wie je bent. En jij bent een criminal. Ik sta hier
teken op jullie, oké? Ik heb mijn leven is gekost door deze situatie en ik ga het even stoppen. Dames en heren, ik geef je een voordeel. Een vrouw heeft een huis en de huis kost 267.000. De partner is weggelopen van het huis en de scheiding komt in en daar in de spaarpot zit een bedrag van 72.000. Nou, ik ken meer, omdat die jaren. In 2019, de vrouw is gestopt bij een bemiddeler, een derde partij bemiddeler voor de verzekering en de leningmaatschappij. En de vrouw is 2000 augustus, daar de eerste aan de belke klokken afspraken maken, vertel wat de situatie is. Daar is de persoon in de eerste plaats, de vrouw heeft daar met dat derde persoon in dat organisatie haar huis gekocht. Now, wat gebeurt nu is dat 2018 augustus, je hebt een afspraak gemaakt om te vertellen wat het probleem is. Dan maak je een afspraak in november 2000 en dingen en bracht de dingen in, de informatie in wat ze hebben nodig. Dan in februari 2020 maak je ook een afspraak en ze geven dingen in. Dan wil ze dit, dan wil ze dat. De vrijdag voor de shutdown hebben de vrouw en haar partner alle data, alle gegevens, alles wat ze heeft opgevraagd aan de derde partij gegeven. Okay? In diezelfde tijd, de vrouw heeft gerealiseerd dat er was some sort of a spelling, dat iets klopt niet. Okay? May 2020 wordt ze gebeld en gevraagd dat ze moet naar een notaris gaan. Een notaris in de buurt van de mensen. Nou, de vrouw zegt ja, maar ik heb dat notaris niet verbruikt en ik ga dat notaris niet verbruiken. Ik zoek mijn eigen notaris op. In 2020... May, juni, have haar en haar notaris, de vrouw ging terug naar haar de notaris. Now, de notaris probeert dingen om te, in de zaak om de vraag, de derde terpij, waar de leningmaatschappij is connected met, alsjeblieft kan je zo rekenen met deze vrouw en zorgen dat de betaling is uit naar de extra partner, oké? Okay? Tot nu, dames en heren, vandaag is 26 juli is niks geregeld. 22 juli 2020 krijgt de vrouw een voorstelling. En de voorstelling is op de voorstelling is op 360.000. Nou, dames en heren, oké? En ik ga het dus op mijn hoofd doen, oké? Dames en heren, als een huis is 267.000 en je gaat even je partner uitkopen, oké? Je partner vraagt voor een bedrag. De bedrag is in de spaarpot. De partner wordt uitbetalen. De kosten voor de hele opzetten voor de ongepast deel wordt kunnen ook voor de van de spaarpot uitbetalen. 2012-13, de Belastingdienst heeft regels veranderd in regels van de hypotheek wat je nou aannemen. De vrouwhypotheek was een spaarhypotheek. Dus door in de spaarpot is er over 72.000, oké? Okay? Dus de partner wil een derde van dat, fine. Dat was afgesproken. Now, de vrouw en haar nieuwe partner hebben gekregen een voorstel van 360.000. Nou, dames en heren, ik wil dat je even je rekeningmachine uitnemen, omdat ik heb goed rekenen op mijn hoofd. En we gaan dus dadelijk even samen hier een onderzoek gaan maken, oké? Okay? Nou, if a house is 267.000, we zetten het op, zeg maar, 270.000, oké, okay? We round it off naar de hoge cijfers boven, oké. Okay? En in 2020, de huis is notuleer, taxatie was
$300,000, okay? Does that say that your house is for stay for $270,000 and $30,000, then $3,000 is a knocker. Twin talk thousand, okay? Does you have an extra spelling? Okay, van 20,000. Now, waarom zal je een hypotheek aannemen wanneer je hebt een lopende hypotheek voor 17 jaar? En waarom zal jij je aan gaan tekenen voor een hypotheek dat is 360,000 wanneer je gaat niet verbouwen in je huis en je gaat een nieuw huis even kopen? Waarom, dames en heren? Nou, dat is een vraag dat ik wil jullie echt goed even goed naar zitten en daarnaast naar even echt voor jezelf opstellen. Okay? Waarom? Dus je huiswaarde is 300 ton. Dan het is in 6 maanden later 315 ton gezet. Okay? Nou, we had corona. Dus de verstijging van de huisprijs is ook. Maar het heeft mee te maken met de taxatie van de huis. Okay, fine. Je hebt daar op gesteld op, okay, een nieuwe taxatie report. Nou, het is 2 taxatie report in alle de tijd, hein, dames en heren. En het is niet dat de vrouw en haar partner hebben de informatie niet op tijd geleverd. Alles is opgeleverd en die blijven dat het loopt uit. Totdat de vrouw recognize, hey, het klopt hier niet. Het klopt helemaal niet. Deze man is niet van op de goede zaak. Deze man zit echt some sort of a fraud te spelen. En het komt echt over. So it says, either hij heeft de geld op de pot genomen. Of hij heeft een andere person on a contract gezet. En die wil dat een derde deel van de hypotheek komt op voor iemand anders. Omdat dat kan toch niet dat één huis dat is 270,000. Dat is gebaseerd op 300 ton. Okay, dus als je gaat even kijken en we kunnen dit even samen bekijken, waarom moet een vrouw 360,000 aan een hypotheek gaan aannemen wanneer de vrouw gaat niet verbouwen en de vrouw is 17 jaar in haar hypotheek? Vinden jullie dat daar iets mis hier aan? Okay? Het is een kwestie van, je stuurt de vrouw naar de kast, naar de muur, naar de kast, naar de muur, omdat je hebt je eigen gedachten over wat je wil. Nou, waarom? Waar gaat 80,000? Oké, waar? Waar gaat 80,000? Dames en heren, ik zit hier om alles te bekijken en recognize dat die vrouw, de nieuwe lening dat de vrouw heeft gekregen, dames en heren, okay, it is gewoon een nieuwe lening. De vrouw heeft taken de derde partij gezegd, ik wil geen nieuwe lening. There is geen sprake van een nieuwe lening vanwege doordat je gaat gewoon door met de oude hypotheek. En door te gaan met de oude hypotheek, je hoeft eigenlijk, kan de vrouw heeft 72,000 in haar spaarpot, diegene wil 40,000. Dus daar heb je 30,000 over. De kosten van dit stukje te veranderen is niet meer dan 10,000. Want dat is meer dan 10,000. Die zit je gewoon op te lichten. En dit is het, dames en heren. Voordat jij gaat een hypotheek aannemen, moet je even indippen en Google te, uit te vinden waar zit de grens en wat is best voor u en je partner. En niet laten iemand kan je tekenen voor heel veel geld wat je hebt niet nodig. Omdat zo komen mensen in financieel problemen. Omdat wat de mensen doet is dat ze gaat je een grote hypotheek even gaan aansmeren aan jou. En dan binnenkort ze werk verloren. En wat gebeurt er? Je hebt je huis kwijtgeraakt. Oké, okay? Maar de hypotheek of die andere persoon is goed bezig met zijn goed bonus in zijn zaak. Nou, mijn vraag, dames en heren, waarom duurt het 2 jaar om een hypotheek over
gewoon één persoon daar af en een andere persoon daar op de. Waarom? Waarom in godsnaam? Dat is een vraag dat jullie moeten hier even kan aanstellen. De andere vraag is waarom een vrouw met een nieuwe hypotheek kan aansluiten in hetzelfde huis. Ze gaan niet verhuizen, ze gaan niet aanbouwen. In hetzelfde huis. Voor 360.000, wanneer de waarde van het huis is 310. 310, 315. Omdat de taxatierapport was niet duidelijk whether it's 310 of 315. Omdat de vrouw krijgt vergelijking met huizen in de buurt. Nee, je moet echt duidelijk opgeven. De huis is 315. Maar hoe kan dat nou in een jaar wanneer er is corona en er is zoveel dingen dat gebeurt in de maatschappij. Ja, huisprijs kan stijgen, maar er is geen... Er is alleen de buitenkant van het huis dat is geverfd. Niks meer is gebeurd. Oké? Okay? Dus dames en heren, ik zit jullie voor jezelf om even na te gaan denken. Waarom? Nou, ik zit daar en ik zit even om te kijken wat de vrouw en de dingen. Vrouw is frustrated, man is frustrated en de rest van het. En de vrouw heeft gerecognized dat there is some fraud that is created. Want iemand heeft... de vrouw informatie access. En iemand heeft access to de vrouw informatie. Dus this is an other person that can't door identity theft, issues, crisis and situatie. Okay? En dames en heren, als je denkt dat het is niet in Nederlands, je wil verrast om te weten de mensen dat is connected with criminal buitenland, de mensen. Okay? De laatste bedrijf dat de vrouw heeft gewerkt in de Verenigde Staten, die vrouw and man that run the bedrijf is connected with a criminal man in Netherlands. Now, there's a criminal man in Netherlands, a corrupt advocate in the Verenigde Staten, samen met 300 mensen. And there is a group of Afrikaners that is all connected with this hele organisatie. En die is teruggekomen in Netherlands onder andere mensen naam en valse papier. Dus weet je wat het is, dames en heren? Ik ga het even tegen jullie zeggen, als jullie denken dat hetzelfde dingen dat gebeurt in de Verenigde Staten gebeurt niet in Nederlandse. Nou moet je even goed nadenken, oké? Daar is een groep van mensen en dit situatie heeft mee te maken met mensen die werken in bank, financial institution, alle financial mogelijkheid waar je geld lenen mogelijkheid en dat soort of institution organization. Oké, so wees hou tijd, want last now, criminaliteit is overal en je wilt verbaas de mensen dat creëert this, maar je moet echt even nadenken waar gaat onze maatschappij naartoe. Oké. Waar gaat deze maatschappij naartoe? Waar gaat de wereld naartoe? Hetzelfde dingen dat gebeurt in het buitenlanders door de invloed en de invloed op buitenlanders. Hebben wij een probleem in Nederland omdat iedereen wil een get rich scheme. Okay? Everyone wants to get rich. Okay? Now, van een boekhoudkundige punt of view, ik kan het aan jou vertellen, dat get rich scheme krijg je problemen, dames en heren. Okay? Nou, ik zit de lening even te gaan kijken van de maatschappij. Ik kan het niet aan jou laten zien, omdat ik heb groot vertrouwen in deze maatschappij. Deze maatschappij is een goed maatschappij en ik zal adviseren heel veel mensen, als je gaat even een lening of een hypotheek opnemen of zo. Neem het van deze maatschappij. De maatschappij heeft een goede repetitie. De derde partij dat werkt voor de maatschappij heeft geen derde repetitie. En ik kom daarachter wanneer de derde partij heeft mijn doorgestuurd naar een andere organisatie. Nou, je mag als een mens, je mag kiezen de notaris dat jij wil
verbruik, oké? Niemand mag een notaris aan jou geven. Je mag even een onderzoek gaan doen en zoek de juiste notaris op, oké? Laat niemand jou onder druk zetten. En je hebt je recht om te zeggen, nee, ik wil niet met deze persoon of dat persoon gaan werken, omdat hier heb je recht in bepaalde situatie. Nou, ik ga het even aan jou voorstel wat die vrouw heeft gekregen. Nou, de vrouw heeft een voorstel gekregen. En hier zie ik een nieuwe situatie. Nou, waarom zal een vrouw krijgen een nieuwe situatie? De enige nieuwe situatie dat ze moeten krijgen is dat, de spaardepot wordt opgeheven, je hypotheek wordt een deel wordt teruggezet in de nieuwe manier hoe de overheid wil dat wij nieuwe hypotheken aannemen, maar je oude hypotheek gaat loop af op de 30 jaar, oké? Omdat nou de vrouw is in haar 17 jaar, de vrouw op 13 jaar om te gaan. Nou, de nieuwe situatie. Lenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschillende bedragen. Oké? En dat 8 verschillende bedragen opgeteld te hoeveel duizend. Nou, dames en heren, als je bent niet goed bezig met de rekening, ga even een partij even gaan kijken en helpt u voor je gaat even aan aantekenen onder iets wat je have a spite for the rest of your life. Now, what gebeurt hier is dat de vrouw zegt tegen haar bemiddelen. Die hier, zo. Nou, ik heb dadelijk gegeven dat ik hoef geen nieuwe hypotheek. Oké? Wat ik wil, het is een extensie aan mijn hypotheek. Eigenlijk, als je bent goed bezig en een goed deskundig, recognize je dat de vrouw hoeft geen geld om te lenen, omdat daar is genoeg in de spaarpot waar je kan de spaarpot even open, omdat als je de spaarpot open en niet opnemen, dan hoef je niet veel belasting daarover te zetten. Als je het terugzet in een nieuw deel van de hypotheek, word je niet heel veel belast. Maar als je het opneemt, zet het in je portemonnee, dan zet het op je bankrekening, dan de belasting ga je belasting daarover gaan vragen. Oké? Dus, ik waarschuw jullie, als je gaat dat doen, dan je wordt belast voor de bedragen wat je hebt opgenomen. Het is wel beter om in de nieuwe hypotheek even te gaan stoppen. Maar ik weet het niet, dames en heren, want misschien is daar een beetje dom op mensen gezicht, weet je. So it says, andere mensen dus denken dat mensen is niet goed ingesteld. Ik heb ook die bekijkende dingen, ik zet alles op een rij en laat zien. Hier, de vrouw had eerst 3 vormen van hypotheek. Ze had 30.000, ze had 147.000 en dan nog 80.000. Oké, het was opgesplit in 3. De vrouw zegt, dus als er 72.000 daar in de spaarpot, dan kan je betalen dat 40.000 uit aan diegene. Dan je zet dat 30.000 terug in de nieuw deel van de hypotheek. Zo doe je dingen, dames en heren. Nou, volgens mij die man denkt dat hij was de vrouwvader. De man heeft de aanvragen gedaan, stuurde aanvragen in naar de afdeling nieuw hypotheek. Nou, de vrouw heeft niks daarvan gehoord. Ze heeft de hypotheek, de leningorganisatie opgebeld en zegt, this is the situatie, bla bla bla. De deskundige heeft gekeken en zegt, ja, sorry, maar de man heeft het op de verkeerde afdeling gestuurd. Nou, dames en heren, daar zit iets fout hier aan te gaan. It's fout, oké? Okay? Je belt op en je zegt, en je denkt, laat me een e-mail maken. En dames en heren, ik vertel je iets. E-mail is zeer belangrijk. Voor je gaat iemand bellen, stel een e-mail op, zodat je hebt bewijs.
bewijs omdat mensen willen zeggen wat je niet zegt. Altijd zwart-wit bewijs met een e-mail als je gaat zulke zaak even gaan regelen, oké? Nou, de vrouw heeft een mail opgesteld, bla 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 bla. Dan, ja, en je neemt dit. En het is iedere keer wanneer de vrouw heeft die persoon aan zijn vinger gepakt, gaat hij, oh, en je moet dit en je moet dit. Oké? Dus zo is het gegaan voor 2 jaar, dames en heren. 2 jaar. Oké? Nou, komt hij een, oh, je partner. Ja, we moeten dit van de partner hebben en we moeten een nieuw ding en dit. En ja, we moeten even een burgerlijke staat van je partner even kan krijgen. Nou, dames en heren, dat is een criminal offense. Ten eerste, waarom zeg ik dat? Nou, de Glennie-maatschappij gaat echt checken, oké? Dus waarom moet hij naar de gemeentehuis en burgerlijke staat gaan even opnemen? Die man heeft nooit getrouwd, heeft geen kinderen en betaalt geen alimentatie, oké? Dat heeft hij doorgegeven en als jij bent echt goed bezig, zal je dat weten, oké? Dus iets klopt hier niet, dames en heren, en dit is wat ik zeg. Niet dat je krijgt een mail en iemand vraagt je voor iets dat je gaat even je informatie uit kan. Ga even Google om te zien waarom deze persoon wil dat soort van informatie. Oké, nou vorige week de vrouw krijgt een brief. Oh, ja, en je partner moet best wel salarisspecificatie sturen zonder BNS-nummer. Nou, waarom moet je BNS-nummer niet op je salarisspecificatie? Dat is criminality. Iets klopt niet, dames en heren. Alle salarisspecificatie verschijnt je BSN-nummer. En als je BSN-nummer is daar niet volledig verschijnt, de eindcijfers zijn verschijnt. Dus nooit dat je gaat even bij een derde partij, dat je gaat in zaak met een hypotheek gaan aanvragen. En jij moet de salarisspecificatie opsturen zonder je BNS-nummer. Dat is criminaliteit daar. Niet doen. Niet doen. Dames en heren, deze groep van mensen, de derde partij dat die vrouw is gegaan, hebben zo'n geheim contract gemaakt voor iemand anders, oké? En diegene was in Nederlands gekomen onder de naam van de vrouw. Oké? En daar is een kennis van hun, dat had de jonge dame in Nederlands gekregen, onder valse benodigdheid in de Nederlands, had gerealiseerd dat die vrouw was een gebruik, een oude vrouw, data en informatie in Nederlands om te komen. En het had mee te maken met corrupt civil servants. Dus, dames en heren, ik heb genoeg gezien en geweten. Als civil servants mag nooit, en we praten over ambtenaar en zo, mag nooit data van iemand wegsturen naar een ander land zonder de persoon even om te vragen. Omdat diegene in de onderland is een criminal. Daar is een criminal advocaat in een onderland dat zit mensen informatie en data op te vragen. En informatie van de vrouw was gestuurd naar deze criminal mensen om ze data en informatie te krijgen. En deze maatschappij is connected. De derde partij dat de vrouw ging. Hun zit zo'n soort van geheim contract voor een Ramon en Leo vrouw en een maagman en een steermaak of steenbok zakenman is zijn sidepiece chick. Weet je wat is een sidepiece chick? Een sidepiece chick is een jonge dame dat een getrouwde man heeft aan de andere kant. Deze jonge dame is van een andere land. Die jonge dame heeft geen recht en geen juiste papier in Nederland om te komen. Oké? Wat ik heb ook onderzoek is dat hetzelfde
notaris. Daar is iets gebeurd, want die vrouw was bij de notaris, ging haar dode moeder informatie vanuit de Verenigde Staten. Ze ging, omdat papier in Nederlands was getekend, ze ging naar dat notaris om de papier om te tekenen over haar dode man in de Verenigde Staten. Dus mensen die is bekend dat de vrouw moeder was dood, was dat notaris. Oké? En dat is de reden waarom die vrouw wil niet terug naar die notaris vanwege doordat ze recognize dat iets klopt niet. Dus dames en heren, als jij denkt dat corruptie is niet in Nederlands, word wakker. Er is groot corruptie in Nederlands. En de mensen dat je hebt gedacht dat zal dat niet doen, is hetzelfde mensen dat zit die corruptie om te doen. Waarom duurt het 2 jaar? En waarom u als een cliënt gaat even tegen een deskundig zeggen, maar volgens mij is geen deskundig, is gewoon een criminal in een witte woord. Oké, vanwege doordat, als jij bent een deskundig en jij moet mensen helpen, het gaat niet over de grootste boete, de grootste bonus dat je gaat krijgen. Het gaat over de meer mensen dat je helpt en de beste inzicht wat je krijgt, waar mensen willen zeggen, hey, ik ben daar geweest en moet je daar ook gaan. De mensen hebben mij goed geholpen. Oké, dat gaat het om. Het gaat om service. Dus als je bent iemand en je werkt in de service, het is niet alpha service. Het is 100% dames en heren. En daarom, goed bedrijf krijgt slechte naam vanwege dat we hebben derde partij, dat we moeten tussen de derde partij en derde de bedrijf. En dat is het probleem dat we hebben tegenwoordig in Nederland. Het is dat onze maatschappij door de invloed van buitenlandse mensen, de maatschappij gaat naar de klote. Kijk Peter R. de Vries. Oké? Okay? We zullen nooit zo iemand anders in Nederland krijgen. Krijg Pim Fortuyn. Het was hetzelfde ding. Ik zal op Pim Fortuyn kan stemmen. Omdat hij was eerlijk en oprecht. Omdat heel veel dingen dat is gepraat in de woonkamer. Pim Fortuyn zeg ik direct op. En daar ben ik met je eens. Oké? Okay? Ik sta als een Nederlander. En ik zal voor Pim Fortuyn aan gaan stemmen. Kijk, Tia van Gogh. Tia van Gogh heeft mij geleerd Nederlands te gaan lezen. Door in de metro iedere ochtend de metro te lezen. Vroeger schrijft hij daarin. Wat is gebeurd met Theo van Gogh? Oké, hij schrijft een deel over, je weet het, dat wil ik niet hier over hebben. Ja? Yeah? En hoe die 12 jaar oud gereikt om te gaan trouwen. En wat gebeurt met Theo van Gogh? Maar ik wil dat jij bij mij komt. Oké? Okay? Omdat dat is onheilig. Een 12-year-old kind is een 12-year-old kind. Geen grote man moet aan de lichaam van een 12-year-old. En Theo van Gogh had wel gelijk. Maar weet je wat het is? Iedereen heeft zijn ogen geschijnlijk om de goddienst. Maar je bent niet eerlijk en oprecht. Want geen goddienst gaat even mensen vertellen dat de 12-year-old met een 34-year-old man moet naar bed gaan. Oké? Okay? Dat is geen goddienst. Oké? Okay? Maar je neemt de leven van Theo van Gogh, maar je moet van mijn leven komen. Want het gaat niet zo. Oké? Okay? Ik vind dat Nederlandse en Nederlands maatschappij gaat in de, het is niet normaal dat niemand kan oprecht zeggen hoe ze voelen. Het is about vrijheid. Vrijheid van mening. Oké? Okay? En deze drie mensen blijven in mijn hart. Ik heb nooit vergeten, ik zit de televisie te kijken en Pim Fortuyn is overlijden voor wat? Omdat hij is oprecht. De man was eerlijk en oprecht. Ik heb respect voor de man. Theo van Gogh op zijn fiets naar zijn werk. En wat gebeurt? Hallo? Het is invloed van buitenlandse mensen. Ja, ben ik ook. Maar ik ben niet zo. Ik heb geleerd dat als je immigreert naar een land, je hebt respect voor de naam en waarde voor een land. En daar hou ik bij. Oké? Niks van niks. Ik ging naar school hier. Ik ging studeren hier. Dus ik weet hoe dingen in elkaar zitten.
De vrouw was hetzelfde dingen. Maar it is so it's as the man last in it. It's as if the man was our father of the God daarover. Nou, meneer, whatever geld dat jij hebt genomen van dat pot. En whoever jullie gaat even proberen in Nederlands te brengen onder de vrouw naam en informatie, het gaat niet lukken. Oké, okay? Verkeerde vrouw. Het is fraud en wat jullie hebben gedaan en dat jullie gaat even vragen voor iemand salaris specificaties zonder een BSN number, omdat je hebt informatie. En dames en heren, weet je wat die man heeft gedaan? 2 of 3 maanden geleden had ik gevraagd, ja, ik wil je partners informatie krijgen. Ja, we willen dit en we willen dat hij wil de burgerlijke stad van de man. Waarom? Dit is Nederlands, de man is Nederlands, hij woont in Nederlands. Hij is niet getrouwd en hij heeft geen kinderen, hij betaalt geen alimentatie. Als die Lenin-maatschappij wil dat informatie, die gaat direct en die hebben het in zijn systeem om het gewoon te zien dat als je tips zijn, BSN-nummer, je ziet kom op en gewoon samen wonen. Dus, omdat je recognize dat die man is daar niet in, die verzamel. En dames en heren, het is de waarheid als ik zit hier aan mijn dodensmodder graaf, wat die man en diegene verzamel onze informatie, probeer de informatie aan iemand anders in de Verenigde Staten te gaan sturen. De vrouw informatie is gestolen vanuit Exact. Ze heeft 2019, haar partner is hele jaar is in Exact. Haar gegeven is vermist uit Exact, oké? De vrouw heeft Exact gevraagd, gebeld. Waar is de informatie, oké? Die mensen dat doen deze dingen is criminals, dames en heren. En die zit op je computer en die shadow jou. Weet je wat is shadow? Shadow is wanneer iemand is aan je computer zit je te bekijken zonder dat jij geeft ze toestemming. Oké? Okay? Ik was in de Verenigde Staten wanneer Nederlands heb gevraagd. Vindt u het hier dat de overheid je telefoon aflaster en je computer bekijken? Ik vind het niet erg. Ik vind het fijn als de overheid, en niet corrupt ambtenaar. There is a verschil. De overheid. Ik vind het goed als de overheid mijn gespreksaflaster en mijn computerbekijker. Omdat die keer je beschermt, dames en heren. Maar niet de corrupt criminals. Dat is in Nederland. Dames en heren, onze gegevens is niet veilig. Zie je wat gebeurt vorige week? Hoeveel bank is gewoon keihard, klap, bam, dik. Internet, doet het niet. Ik vraag hier de overheid om even te gaan investeren in ons iCloud. Oké, okay? Niet door Google. Google is een American bedrijf en ik hou voor een Google. Maar dat Nederlands krijgt zijn iCloud en zijn iCloud. Gegevens bewaard in Nederlands, on the Nederlands ground, omdat this is the time, dames en heren, dat we gaan in de Aquarius time. En de Aquarius time betekent inbraak van internet, Aquarian, ga het opzoeken. Oké, okay? De tijd dat jullie zitten om te kletsen op de telefoon, ga even iets even gaan lezen, Google dat shit. De Aquarian stand betekent diefstal met internet, identity theft en alles. Dat is wat de Aquarian time is. We zijn net uit de Pisces tijd en we zitten van de Pisces tijd in de Aquarian tijd om te gaan. Dames en heren, als wij als burger niet op voor onszelf kan opstaan, de overheid kan niet alles doen, omdat de overheid heeft te doen met de coronavirus momenteel. Als wij als burger niet op ons eigen been kan staan, we moeten zeggen nee tegen criminaliteit en nee tegen corruptie. Het is niet wat de Nederlands is bestaat uit. Dus ik vraag jullie, dames en heren, ga eens even terugkijken. Waarom een hypotheek loopt voor 30 jaar en je bent in je 17 jaar en je moet een nieuwe hypotheek gaan aanschrijven wanneer je gaat niks aanbouwen, je gaat niks bij gaan zetten. Waar gaat 80.000 naartoe, oké? Okay?
Omdat je moet 63.000, je huis is gewaardeerd op 2,10. Omdat ik heb tegen de man gezegd, ja, niks is gedaan. Vorige jaar was je hier geweest. Oké? En wat is gebeurd is, de buitenkant is geverfd en de kousen. Wat nog meer? Er is geen waarde daarmee is bijgekomen. Hij heeft een cassette op 15.000. Oké? 315.000. Nou, dus in een paar maanden, in 8 maanden, is je huis gestijfeld van of 300.000 naar 15.000. Maar toch moet je een hypotheek van 360.000 kan aannemen. Dames en heren, dat lijkt als er is een geheim contract dat was gemaakt onder je naam voor iemand anders. En die wil jij de last op je schouder gaan krijgen om dat twee hypotheken te dragen onder je naam tegen niks. Teken niks, dames en heren. Het is niet normaal. Het is niet normaal. Ik kan het niet voorstellen dat deze dingen gebeurt. En iedere keer je zegt tegen de derde partij en de andere persoon, dat heb ik niet gevraagd. Ik heb gevraagd en je gaat de deskundige gaan bellen. Die gaat aan jou vertellen. Ten eerste, de man en de vrouw niet vertellen wat hebben ze direct nodig. En iedere keer komt ze bij met meer dingen, meer dingen. Toen dat ze, de vrouw belt de organisatie en zegt, wat precies heb ik? En dan de organisatie heeft gerecognized dat de man zit onzin om de vrouw te vertellen. Weet je waarom? Omdat in de tijd hij en zijn criminal praktijk zit gewoon samen te figure out een manier om deze vrouw druk om te zetten om 360.000 te kunnen tekenen voor een nieuw hypotheek wat de vrouw heeft niet nodig vanwege dat ze loopt 30 jaar. En ze is in haar 17 jaar. Dames en heren, wat zijn we hier om begonnen? Dat is criminaliteit. En wanneer je gaat even vragen dat een nieuw salaris specificatie moet ingesturen, maar zonder BSN nummer, dat is fraud en dat is criminaliteit. En daar moet je niet in gaan, dames en heren, omdat je weet niet waar je gegevens is en waar ga je gegevens, omdat ze wil dat je laat de BSN nummer uit, zodra die kan een nieuw BSN nummer daarin gezet. Oké? En als jullie gaat even verder, ik vertel alles over wie en wat. Omdat jullie willen een nieuw man, een jong criminal, omdat jullie hebben de man gestuurd om de tax company in Amerika op te licht met de Leo. Oké? Jullie gebruiken een whiteboard criminal in de Verenigde Staten. En een jong Leo meisje, hetzelfde side piece, chick. Jij gebruikt een man in de Verenigde Staten. Geef die vrouw, de Nederlandse vrouw. De oude Nederlandse vrouw, dat wil haar hypotheek. En dat is de reden waarom jullie trek het zo lang en zo lang uit. Omdat jullie was degene dat vraagt een internationaal zakenman te doen zaken met de vrouw om haar informatie te krijgen en referentie van de oude vrouw te krijgen om te geven aan buitenlanders, immigratie, naturalisaties, om paspoort te krijgen voor een jong Leo meisje. Oké? Moet ik even vertellen over de Afrikaners nou? Dus dames en heren, jullie willen niet weten, maar één ding, geen Afrikanen komen hier en creëren geen chaos in mijn wereld, oké? Want jullie kunnen liggen en lachen, maar Nederlandse paspoort is niet makkelijk om te krijgen. American paspoort is makkelijk om te krijgen. Iedereen kan betalen voor een American paspoort te krijgen. Nederlandse niet. Dus als ze kunnen allemaal vertel en laten zien de visa hoe ze is in de Verenigde Staten is ingekomen en hoe ze is in Nederland teruggekomen, want de vrouw kan het best wel doen. Kunnen jullie?
Jullie willen je eigen schuld en je eigen jullie hebben een fraud creëren. En ik vraag mezelf af. Vanwege waar is de geld? Is de 7, is de 72.000? Want nou, het is meer dan 72.000. Is de 72.000 in de vrouw spaarpot? Waar is de geld? Dat is mijn vraag. Waar is de geld? Is dat 72.000 in de vrouw spaarpot? Of hebben jullie dat geld verbruikt en nou willen krijgen? Omdat ik weet, de crimineel netwerk bestaat uit een ramman, een steermaak of steenbokman, oké? De jong meisje dat jullie willen in Nederlands brengen onder de oude vrouw informatie, ja? Yeah? En ik vraag mezelf af, diegene dat heeft probeer de vrouw digicode om te krijgen. Weet jullie wie jullie zijn ben bezig met in de Verenigde Staten? Weet je dat is criminals? Is jullie van op de hoogte? Omdat ik ben van op de hoogte, oké? Zijn jullie van op de hoogte dat dezelfde mensen dat jullie ziet, de vrouw informatie te geven, is dezelfde mensen dat heeft de vrouw zoon kidnap? Zijn jullie van op de hoogte? Oh. Dat is alles wat komt binnen en zegt dat die is van Amerika. Okay. En als de advocaat vanuit Amerika vraagt iets en jullie gaan doorgeven, zijn jullie van op de hoogte dat een Antillian is ook hier en het is een grote criminele organisatie dat is hier aan het hand? Hoe de mensen daar open iemand informatie en falsify en copy iemand informatie? Zijn jullie bezig? Zijn jullie van op de hoogte? Weet jullie dat hetzelfde vrouw dat jullie zit aan ras en pesten dat haar kind is kidnap? Oké? En weet jullie dat hetzelfde mensen dat de vrouw heeft gewerkt met in het buitenland? Oké? De rijke mensen, weet je hoe ze is rijk gekomen? Is door oude mensen, de dupe van oude mensen aan de oplichter. Weet je dat scorpion man en dat scorpion vrouw vanuit de buitenlanden dat try zijn kleine kind in Nederland om te komen? Huh? Weet je wie de mensen zijn? De mensen fraudeer de American overheid en de Nederlands overheid. Dus als ik kan daar achter komen en achter vinden wat is gebeurd, waarom is deze zaak niet opgelost? Oké, en waarom deze vrouw ging door zoveel voordat mensen kunnen recognize dat er is een fraud? A digiday stuurde de vrouw en het is een situatie waar digiday, ik heb het aan jullie verteld in 2008, want ik was in de Verenigde Staten. En wanneer de vrouw gaat tegen mij zeggen, oh, verander je DigiDay en vraag voor een nieuwe code. Dames en heren, als ik had veranderd mijn DigiDay en vraag voor een nieuwe code, de persoon dat zit mijn informatie te verbruiken, zal de persoon dat neem over mijn hele identity. En stok, probeer ze er nog een keer. En dan gaat iemand bij de DigiDay zeggen, oh mevrouw, misschien de e-mailadres is dichtbij te wat je heeft. Onzin, fleurkoor, onzin. Je bent slim genoeg als je bent een assistant bij de DigiDay om te realiseren dat je moet even kan kijken op 31 juli en ook op vandaag wie met de naam en de e-mail dat is dicht bij de vrouw. Het is onzin. Ja mevrouw, maar je ziet geen foute dingen. Yes, maar iemand anders kan uit de buitenland is even bellen en zegt dat ik ben ze wanneer ik ben in Nederlands. En dit is ik snap het niet hoe slight mensen kan zijn van wekens doordat we zijn niet veilig. Or informatie, onze gegevens zijn niet veilig. Ik zit jaren aan jullie te vertellen. En tot nu, moet je zien. En jullie hebben niet de ergste gehoord. Omdat binnenkort in dit jaar, dan gaat jullie echt weten hoe dat zit in elkaar. Nou, je werkt bij de DigiDay en in plaats van jij zit een onderzoek te gaan doen,
Dames en heren, twee e-mails kennen niet hetzelfde. En dat als je gaat de e-mail aanmaken, oké? En als twee e-mails is hetzelfde, dat betekent dat een criminal heeft gecreëerd een e-mail tegelijk op iemand anders e-mail. En ik weet het, omdat ik vertel je. Ik zit een heel lange tijd de fraud om te kijken over identiteit en hoe ze het doet, oké? In de Verenigde Staten, ze verlaten je middle initial en je middelnaam. Dus ze hebben alleen je eerste naam en je tweede naam. En als je bent getrouwd en je laat je meisjesnaam, ze gebruiken de meisjesnaam. Dus dames en heren, geloof me, ik heb alles en wat gezien. Dat ik aan jullie leren hoe al je gaat even opzoeken fraud met identiteit. Dus degene dat probeert en hebben een e-mail dat is dichter bij de vrouw e-mail, is iemand dat is een criminal dat zit in de Verenigde Staten en probeert hetzelfde dingen om in de systeem in te vallen, om te krijgen de juiste gegeven en informatie. Dat is niet aan mij even kan vertellen. Als je krijgt een brick op je telefoon aan wat zijn jullie bezig? Wat zijn jullie bezig met? Van weken stoort het. Criminal kan kopie een telefoonnummer ook te laten even verschijnen. Zoiets als hetzelfde telefoonnummer met one cijfers om, in een andere manier. En het lijkt op is jouw telefoonnummer. Dames en heren, ik heb al delen gezien van criminaliteit. Daarom ze proberen mijn leven te beroven. Maar ik weet één ding. Jij geeft me geen leven. Je belooft mijn leven niet. Omdat je zit denkt dat ik ben Peter de Vries. Je hebt iets anders opkomen. Omdat ik ga niet lukken bij mij. Ik vind het zo jammer. Ik jank voor de man. Het is niet heerlijk. Het is de enige persoon in Nederland dat komt. Trek op om even deze dingen om onderzoek te doen en mensen om te helpen. Kijk eens wat is gebeurd. Hij is hier geboren. De man is een Nederlandse. Jezus, dan wat zal je bij mij doen? Maar probeer het even. Omdat als ik heb het in Amerika uitgehaald, ik kan het hier uitgehaald. Dus ik zal tegen u zeggen, reken de vrouw aan contract. Oké? Omdat jullie hebben genoeg geld. En ik ga het echt, als die vrouw niet krijgen haar 72.000, want nou is meer, omdat het is een jaar later. Oké? Jullie krijgen het om te horen. We gaan echt niet zo omgaan, dames en heren. We kunnen het niet doen. Wat gebeurt met onze maatschappij? Jezus. Wat zijn we begonnen? Wat is dit? Waarom moet een nieuwe hypotheek gecreëerd wanneer iemand wil gewoon 40.000? Er is 72.000 opgebouwd en gespaard voor 17 jaar. Eén persoon wil gewoon 40.000 even af de nieuwe hypotheek om zichzelf een nieuwe hypotheek te krijgen en een nieuwe leven op te bouwen. En wat doe je? Omdat je bent een criminal. Je probeert zoveel chaos te maken. Oké? Wanneer de vrouwen hebben, ze hebben alle haar papier. Ja? Maar jullie hebben een fraud career omdat jullie gebruiken de vrouw informatie en de vrouw kindinformatie en de vrouw moedersinformatie. En ze is daarbij gekomen en jullie denken dat je kan creëren chaos. Resolve the situatie, oké? Dames en heren, this is fraud. This is fraud. Als iemand, als je gaat geld lenen of je gaat een hypotheek opstellen of aanvragen. En die vraag je voor je salaris specificaties onder je BNS nummer. Dat is fraud en is een criminal situatie dat zit aan het spelen. Nou, ik zal best wel even vragen de overheid hierin te gaan bekijken wat precies zit hier om te spelen. Oké? Omdat er is meer contract dat was gemaakt onder dat vrouw naam. En de jonge dame, en Mark Mann, dat hebben international bedrijf,
Heb de oude vrouw gevraagd voor haar data en informatie. En heb informatie en data over de vrouw opgevraagd wat was niet van toepassing. De man is een criminal. En die ook moeten echt straf krijgen voor iemand data en informatie over te geven aan iemand anders in de buitenlanders. Want je weet dat de vrouw is in Nederland en dat is een vrouw. Juiste informatie en data, dat is fraud en het is een criminal. En dit is wat ik zeg, omdat jij bent een buitenlanders. Je bent geen Nederlander, je bent een buitenlanders. Oké? Okay? It is a fraud wat je hebt creëerd. Ik vraag de overheid echt om te bekijken. Zoveel mensen zijn de doper. En nou mensen willen kopen op alle de huizen. En ik vraag de overheid, laat dat niet gaan. 1 huis per persoon in Nederland. Iedereen, alle jong Nederlanders kan geen huis krijgen van wekens als een bedrijf gaat. Een heel rijen huis even gaan opkopen. Dat is gewoon... die gaat gewoon verdiend. En jonge Nederlandse koppel en jonge Nederlandse komt nooit om een huis te kopen. En dat is niet heerlijk. En ik vraag alsjeblieft de overheid en de belastingdienst hier even om te bekijken. Omdat ik weet donders goed dat je kan echt niet vragen voor een salarisspecificatie. En dat iemand BSN-nummer is niet en mag daar niet opgeschreven. Waarom? In je paspoort, je BSN-nummer is daar. Op je rijbewijs, je BSN-nummer is daar. Op je national ID, je BSN-nummer is daar. Waarom moet daar je salarisspecificaties om dat BSN-nummer? Omdat iemand is klaar om een fraud te creëren door dat informatie. Hij daar iemand anders BSN-nummer daar op te zetten. It is a fraud. En iemand probeert de vrouw huis te geven aan iemand anders dat de persoon kan in Nederland komen. En dames en heren, en ik vraag de overheid en de belastingdienst hier om te bekijken. Omdat hier is een huge criminal network dat is aan het gaan. En jullie moeten dit, als jullie dit niet oplossen, ik heb jullie gewaarschuwd. Ik heb jullie gewaarschuwd in 2012 toen mijn huis was ingebroken. En ik vraag iedereen, neem een alarm in je systeem in je huis. Er is dit bedrijf Versatel of zo. Ga eens even opzoeken. Het is altijd op YouTube. Ga even alarmsysteem in je huis. Een beveiligingssysteem in je huis, omdat, dames en heren, als het was niet dat wat ik heb gedaan in 2012, ik heb geen leven, ik was bang in mijn eigen huis van wat is gebeurd. Het is niet goed, dames en heren, deze plan. En deze mensen dat denken dat ze kunnen wegkomen van deze criminal activity. Nee. Het moet dus gestopt worden. Het is niet Nederlands. Het is niet zo hoe je omgaat met je cliënt. Oké? Okay? Je cliënt heeft de recht te vragen. Een cliënt is koning. En als de cliënt gaat even duidelijk zeggen, dit heb ik niet nodig. Waarom? 360.000, dames en heren. Wanneer de waarde van je huis is 310, 315. Waarom? En je gaat niks, geen verbouwing doen aan je huis. Waarom moet jij een hypotheek voor 360.000 gaan aantekenen wanneer je zit in een lopende hypotheek? Dames en heren, dit zit niet goed. Ik vraag de overheid en de belastingdienst even eer te ingrijpen in de situatie, omdat daar is een fraud dat is gepleegd. Niemand moet vragen voor een salarisspecificatie zonder een BSN-nummer. Dat is fraud. Tot ziens.